echt super trots op ben, is dat ik gewoon schuldvrij ben op dit moment. Dus dat is helemaal, ja, top. Welkom bij Stichting Meet. Stichting Meet staat voor Mijn Administratie is Top en helpt mensen die schulden hebben of inkomensverlies en ondersteunt daarbij alle kinderen die bij het gezin horen. Wij werken samen met de gemeente door middel van doorverwijzingen. De gemeente verwijst door naar ons, wij verwijzen door naar de gemeente. Zij ondersteunen ons financieel ook bij alles wat we moeten doen om de bewoners te kunnen helpen op het gebied van schulden en armoede. Dit is de Maki-kast. Vanuit Maki bedienen wij de kinderen van ouders die zich aanmelden en die de verjaardagen van hun kinderen niet kunnen vieren. Wij noemen het de schouderklopjeskast. Dus tractaties voor school, een cadeautje als ze hun zwemdiploma hebben gehaald of iets anders. Maki staat trouwens voor Meet en Kids. En van hieruit bedienen we de kinderen met hun verjaardagen en alle schouderklopjes die ze nodig hebben om blij te kunnen zijn. Enter. Ga je mee? Yes. Dit is Chavon en Chavon hebben wij geholpen met haar schulden en nog een aantal zaken, maar daar gaat ze zelf over vertellen. Ik ben eigenlijk hier gewoon gekomen met wat kan ik doen, want ik weet het gewoon niet meer. Het begon bij dat ik geen onderdak had samen met mijn oudste kleine en toen kwam ik hier en heb ik me hele hard op tafel gelegd. We zijn gaan kijken naar de schulden, contact gelegd met de schuldeisers en we hebben rust gevraagd. Dus even uitstel van alles, zodat wij verder konden. Wij spraken namens haar en voor haar, omdat het even niet ging. Door hun hulp heb ik mezelf weer stabiel gekregen financieel. Ik heb gezorgd dat ik nu een dak boven mijn hoofd heb en voor mijn meiden ook. En dit is echt ontzettend veel gebeurd om te komen waar ik nu ben. En daar ben ik hun iedere dag nog echt dankbaar voor. Ja, nou ja, wat Chavon net allemaal vertelde, daar ben ik zelf ook doorheen gegaan. Behalve het stukje dat ik dan op straat kwam te staan met mijn kinderen. En uiteindelijk, toen ik klaar was met mijn schuldenreis, heb ik bedacht, ik ga iets doen voor de mensen wat ik nodig had op dat moment. Iemand die mijn hand vasthoudt, iemand die zegt, je weet het even niet meer, ik zal dat voor je doen. Iemand die niet opgeeft en door blijft gaan en je niet veroordeelt. En zodoende is Stichting Meet ontstaan. Nou, als ik iedereen een tip mag geven, staat bij ons op de muur, armoede verzacht je zonder vooroordeel. Niemand vraagt erom om in armoede te leven. En niemand vraagt erom om zijn kinderen niet goed kunnen verzorgen omdat er geen financiële middelen zijn. Dus veroordeel niemand, want het kan ook jou overkomen. Ik heb verleden jaar, ik betaal altijd 21. Bijna 3-4 jaar betaal ik 121. Maar deze jaar is er 190. Dat is te. Deze jaar, ik weet niet. Wat gaan wij doen? Voor de deur, maar ook voor de ramen. Ramen, die ja. Die zien. Mm-hmm. Die kan je makkelijk aan de onderkant. Dan wel aan de zijkant van het raam plaatsen. Ik ben energiecoach bij de Energiebank. Dat is een vrijwilligersrol. En ik probeer vanuit die rol, huishoudens die het vaak financieel niet al te makkelijk hebben, de energierekening omlaag te brengen. Door hun tips, adviezen te geven en vaak ook spulletjes om te kijken of we het huis beter geïsoleerd krijgen. Deze is voor een deur en die kan je zo onder de deur schuiven. Mm-hmm. Heb je een deur waar die misschien onder kan? Jawel. Ja? Ja. Dat schuif je zo eronder. Oké. Oh, nou lekker. En daarmee lekt er minder warmte en lucht weg. En je kan ook heel makkelijk de deur weer dicht krijgen op deze manier. Je hoeft niet eens wat te plakken, blijf zo zien. Okay. Zeker voor huishoudens die het niet makkelijk hebben, financieel gezien. En dat die toch vaak ook er op die manier worden gewezen hoe makkelijk je eigenlijk je rekening omlaag kan brengen. En ik denk dat het een goed idee is van de gemeente om de wijk in te gaan en die energiebox ter beschikking te stellen van de gezinnen die het nodig hebben. Ik denk mijn man gaat blij zijn. Ja, moet hij wel aan het werk. Ja, ik ga me verwarmen in. Altijd, ik zet 21, 22, maar nu ik gebruik gewoon 18, staan alleen voor 18e. Wanneer ik ga naar mijn werk, ik zet gewoon 16e. Nu ga alles opletten, licht uit. Douchen, weinig douchen. Wanneer iemand gaat douchen, ze gelijk kloppen. Uit, nu! Soms loopt het leven niet zoals je zou willen. Onverwachte gebeurtenissen kunnen zorgen voor veel verdriet en stress. Ja, je hoofd staat dan misschien even niet naar werk. Laat staan om die stapel post weg te werken.
Door dit soort gebeurtenissen kun je bijvoorbeeld minder werken, heb je minder inkomen of heb je soms plotseling een uitkering nodig. Een schuld kan dan al snel hoog oplopen. En met de stress die dat met zich meebrengt, zien we veel mensen in een vicieuze cirkel terechtkomen. De gemeente kan helpen zo'n situatie te verbeteren. Of liever nog, voorkomen dat je in de problemen komt. En daarvoor is het belangrijk om op tijd aan de bel te trekken. Maar ja, waar doe je dat? Nou, daarvoor zijn er veel verschillende plekken in Rotterdam. Zo kan iedereen altijd binnenlopen bij een van de 14 vraagwijzerloketten in Rotterdam. En ben jij tussen de 18 en 26 jaar, dan kun je terecht bij het jongerenloket. Voor zelfstandig ondernemers is er het regionaal bureau Zelfstandigen. Maar niet alleen de gemeentelijke instanties staan voor je klaar. Je kunt ook naar een van de welzijnsorganisaties, zoals Huizen van de Wijk, die verspreid zitten over de stad. Een hoop plekken dus om aan de bel te trekken als jij het overzicht van de financiën even kwijt bent. Bij de gemeente werken ervaren medewerkers die verstand hebben van geldzaken. En samen met de trajectbegeleider ga je dan kijken naar jouw situatie en welke hulp er kan worden ingeschakeld. Je krijgt hierin advies en samen maak je dan een plan. Belangrijk om te weten is wel dat jij het tempo bepaalt en jij ook de leiding hebt. Want het doel is om jou op weg te helpen naar een toekomst zonder schulden. En niet als je al schulden hebt, maar ook als je moeite hebt om rond te komen en bang bent om in de schulden te raken. De gemeente kan verschillende regelingen inzetten om je geldproblemen op te lossen. En zo kunnen ook mensen met een laag inkomen geld krijgen om bijvoorbeeld te sporten of schoolspullen te kopen. Bellen, chatten, mailen of gewoon binnenlopen. Er zijn verschillende manieren om contact op te nemen met de verschillende organisaties. Je bent overal welkom en de medewerkers hebben altijd tijd voor een gesprek. Dus heb je een schuld of ben je bang om deze te krijgen of heb je vaak te weinig geld op je rekening staan? Weet dan dat de gemeente jou kan helpen. Ik heb altijd zorgen over geld, mevrouw. Ja, tuurlijk. Ja? Eigenlijk nooit. Okay. Want alle geld wordt geregeld door mijn vrouw. Soms. Als je geen geldzorg hebt, dan leef je toch heerlijk. Heb jij geldzorg? Ik niet. Nee. Op het moment heb ik er niet dagelijks last van, hoor. Dat is gewoon iets wat ik weet dat in de toekomst nog gaat komen. Ik ben er nu niet heel veel mee bezig. Ook door corona ben ik gewoon met andere dingen bezig. En een hoop zorgen. Dat je heel erg veel aan het afwegen bent wat je wel en niet kan doen. En je bent in je achterhoofd wel veel mee bezig. Ja, ik kom eigenlijk bijna heel op kijken. Stress. Het is te veel stress in het einde of de maand. Je bent op bezoek en zeggen, ja, hoe kom je in de rond of de maand en hoe gaat het verder? Ik ben toch best wel goed in sparen. Dus ik zou wel echt aanraden om alsnog elke maand een vast bedrag opzij te zetten. Ik ben zelf blij met de keuze dat ik gezegd heb dat ik het eerste jaar thuis bleef wonen. Want dan heb je in ieder geval je binnenstudieadvies. Dan weet je zeker dat je de studie blijft volgen. Tenminste, dan mag je blijven volgen. En dan ga je nog geen geld uitgeven aan iets wat je misschien later niet leuk vindt. Prioriteit stellen is vooral belangrijk. Ja, ik zou bijna zeggen, hou vol en doe je best. Probeer eruit te komen. Straks zin hebben voor het leven en ja, het hoeft niet om alles te hebben. Je kan ook een blijheid van een binnen eigenlijk.